Er was eens een jongen genaamd Hans en een meisje genaamd Grietje. Hans en Grietje waren op weg naar het strand. Hey, dan zijn we er al bijna. Tja, kijk maar, daar ligt ergens hier richting ligt het strand. Okay. Eenmaal op het strand aangekomen, leggen zij hun handen neer en gaan lekker liggen in het zand. Hé, warm, Engels. Echt wel. Dit is wel te drinken. Nou, wat wil je? Doe maar een cocktail. Een cocktail? Ja, zo'n hier van. Hey, tot zo. Hoi. Ondertussen loopt er een pedofiel over het strand. Die is op zoek naar jonge tieners. En wie ziet hij daar liggen? Het is Rieke. Hallo meisje. Hallo meneer, kan ik u ergens mee helpen? Wat doe jij hier helemaal alleen op een grote strand? Ik ben hier met mijn broer Hans. Oh, met je broer? En is je broer dan? Die is even wat drinken halen, meneer. Dus jij bent hier alleen. Inmiddels is ook Hans weer terug onderweg naar Grietje met het biertje en de cocktail. Jezus. Oh, nou, sorry, dat was het drinken. Nou, lekker dan. Hans, deze meneer die valt ons lastig met veel vragen. Nee, ik wil verzoeken om hier weg te gaan. Oh. We hebben last van u. Oh ja, natuurlijk. Hey, dat is gezellig jullie jou ook gezien hebben eigenlijk. En nee. Maar ik val niemand lastig. Ik val nooit iemand lastig. Ach ja. Nou, zullen we maar gaan zwemmen? Ja, dat lijkt me goed plan. Het is warm hier. Kom. Even. Hans, kijk uit die meeuwen! Ah, met meeuwen! Schuit er altijd op, hè! Schop! Terwijl Hans en Grietje onderweg zijn naar huis, raakt zij helaas de weg kwijt. Hans, waar zijn we? We zijn toch niet de weg kwijt, hè? Hoe moet ik dat zeggen? Eigenlijk wel, ja. Hé, Hans, kijk, daar heb je die vreemde man van vanmiddag weer. Misschien weet hij de weg. Meneer, goedemiddag. Weet u waar wij heen moeten voor de volgende wereld? Natuurlijk weet ik dat. Ik weet wat. Jullie twee gaan met mij mee en dan breng ik jullie met de auto naar papi en mami. Oké, dat is goed. Top. Hans en Grietje volgen een rare meneer naar huis die ze beloofd had om ze weer terug naar hun eigen huis te brengen. Ah, zo gezellig. Jullie twee. Bij mij thuis en niemand anders. Heeft toevallig wat suiker voor in mijn thee? Voor jou altijd. Alleen, tijdens het kopje thee wordt er aangebeld. Oh, nog meer mensen, nog meer gezelligheid! Wie zal het weten? Ik zou het weten. De ouders bleken voor de deur te staan en die namen de kinderen veilig mee naar huis. Bijna iedereen leefde nog lang en gelukkig. Geniale lopen.